kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Stijnrijk en ik heb hier weer die hele grote mok. Die heb ik in de koelkast gezet en ik heb super koud drinken. Jullie kunnen het niet voelen, helaas, anders had ik het laten zien. Maar we zitten hier in de hotelkamer en we gaan zo even terug naar de mall toe. Omdat gisteravond ging in de winkel super vroeg dicht. En nu willen we nog eventjes terug gaan, dus dat gaan we zo doen. Cheers, of zoiets. We zijn nu in de mall en kijk eens wat ze hier allemaal verkopen. Hier heb je paintballgranaten. Allemaal paintballgeweren gewoon. Iets van drukflessen waarmee je kan schieten. En hier heb je ook een slingshot. Dit is zo'n katapult. Dan kan ik even daar neer, dat is meer plek, hoop ik. Want kijk, hier moet je mee schieten. Je hoort het, dat zijn knikkers. Knikkers. Niet kleine zachte balletjes, maar dan kan je ook natuurlijk geen, zeg maar, moord plegen. Hier kan je inschieten met een pijlenboog. Hier kan je zo'n scope uittesten. Dat zijn van die houten dingen. En het lijkt net een R-weer. Als je zo kijkt, is het een R-weer, maar zo, oh, wat jammer nou. Maar hier kan je zo'n scope uittesten. Wacht, ik ben benieuwd. Kan je dat via de camera daar doorheen kijken? Nee, niet goed. Nee, dat werkt. Wacht. Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Wat jammer nou. Wat? We hebben die plaatje in jouw. Wacht even hoor. We hebben die plaatje in jouw. 140. Super duur. We zijn uit de mol in de auto gegaan. En nu zijn we doorgereden naar... Wat was het ook alweer? Atlanta. Oké. En hier is het dus, daar staan we nu op een parkeergarage. Very beautiful. We zijn hier nu bij World of Coca-Cola, alleen weet ik niet of je binnen mag filmen. Dus dan moeten we nog kijken. Maar je mag wel binnen filmen, dat is fijn. Dat heb je net ontdekt. We staan hier nu in de rij om gewoon in de kluis te gaan. Hier, dat is bij het recept van de Coca-Cola. Dus, maar ik weet niet of dit de echte kluis is, ja. Maar ja, en hier staan, kan je ook in de rij staan om met de Coca-Cola weer op de foto te gaan. Hier, wacht. Dat is het. Eerlijk waar, ik vind hem er niet heel goed uitzien. Hier in de kluis is dus wel het echte recept van Coca-Cola. Dit ziet er apart uit. Alsof het er echt helemaal omheen gaat, maar het is niet zo. Want... Hè? Het is een neppert. Ja, dat is logisch, maar... Hoe moet... Hè? Ik snap er echt helemaal niks van. Chamber last call. The next presentation will start till about 8 minutes. Je ziet mij helemaal. Hier worden de flesjes gevuld. Oh, ja. Zo. Dit heb je allemaal nodig om Coca-Cola te maken. Hoe dat? Zo snel gaat het in het echt. We gaan hier ook allemaal Coca-Cola drinken. Nou, een Coca-Cola is niet alleen cola. Kijk eens hier, daar heb je allemaal verschillende dingen. Dit is allemaal Azië, dat is Europa. Dit is allemaal Aziatische drank. Oh, dit is Azië. Dit is Europa, denk ik. Dus Afrika. En dat is Noord-Amerika. Hier een hele mooie bar met de man die Coca-Cola serveert. Heel mooi. Maar die man dus, die Coca-Cola heeft bedacht, die was dus een appel. Die werkte bij een apotheek. En Coca-Cola, dat was eerst een medicijn, dus die is voor een medicijn bedacht. En ze dachten eerst dat het allemaal hielp tegen hoofdpijn. Dus ik snap er echt helemaal niks van. Super veel verschillende soorten drinken. Ze hebben hier een Coca-Cola woonkamer. Een Coca-Cola horror, een Coca-Cola beer, zelfs een Coca-Cola lamp. We gaan nu naar de Applebee's.
Want we zijn het in de auto gegaan, zijn we een heel stuk doorgereden. En dan gaan we zo ook nog waarschijnlijk, hopelijk, heel misschien, ja dat is, zwemmen. We hebben even lekker gegeten naar de auto. In de auto. We hebben hier een hele mooie hotelkamer, gewoon weer zoals alle anderen. Daar bedden, tv, badkamer, wastafels, badkamer. Dat overal. En nu gaan we nog eventjes wat andere spullen pakken. Wacht, ik moet denk ik nog even hier blijven, want... Oh, of niet? Ik raak het helemaal tot de vang. Waarschijnlijk hebben ze een pasje bij om mee door de deur te kunnen. En dan pak ik deze beker alvast. Dit reusachtige ding. En die zet ik... Hoppakee. Als het past... Nee, het past niet. En kijk eens hier wat we hebben gehaald. Een torpedo voor in het water. Die kan je zo onder water gooien en dan gaat die... En je kan hem ook rechtop laten vallen en dan gaat die zo... Nee, niet dit, maar dan gaat die zo naar beneden en dan gaat die onder water verder. Dus dat is wel cool. Ik heb niet meer gefilmd bij het zwembad, want de camera was leeg. Maar hier ga ik ook de vlog afsluiten. We zijn nu weer naar de hotelkamer. Like, abonneer en reageer. En ik zie jullie de volgende keer. Later.